niet echt mijn model, alleen de aanleiding. Je triggert me goed door die opmerking. Inderdaad, ik zit even echt in zo'n moment, ik heb dit nu allemaal een beetje verteld, we zijn spelende wijze begonnen. En dat moet gebeuren, hè? Maar minachting heeft misschien ook wel met angst te maken. En ja, kijk, dan gaan we hier naar interpreteren. Dat dit is dus die geestvermoord. Dus, en dat is de kunst. Dat je alles wat komt, kun je rechtdoen in de kunst. Ik zou nu een heel interessant verhaal hebben. Stel dat ik nu dit hier al had aangeboden. Dit stond er al. Hier een verhaal over kunnen houden dat in het werk staat hier minachting. Die maker bedoelde dat minachting wel met angst te maken had. En deze figuur die zit wel hoog in zijn boord. Wat trouwens wel interessant is dat het boord hoort. Dus ja, we kunnen dus alles wel die richting op gaan. Nou, wat ik nu wel interessant vind is dat dit dus wel nu. Ik gebruik dus gewoon wat er nu in de eerste fase gewoon ontstaan is. Toen die vraag hierbij naar die lijnen wilde. Geef er nog maar één. Hoe maar eens wat? Angst. Ja, dat is angst, het andere. Of je mag ook gewoon denken van, ik zie die vent nou denken, of je kent hem werk, of je wil iets, dat je denkt van, nou zou ik, wat wil je zien? Ja, dat zijn de lucht en dat is wel. Hè? Jij hebt die ergens overheen? Ik zeg volgens mij de lucht. Ah. Ja. Hij moet iets minachten. Wat? Achterin hoor ik iets. Hij moet iets minachten. Of hij gluurt met minachting. Dan kijk weg van iets. Wat minachten we vaak? De andere. En toen? Dat zijn de buren. Buren die met. Wat? Thank you.
Je kan dus, we hebben net het gouden hoer over hoe werk kan ontstaan. Je kan dus een onderwerp hebben en zo betrokken zijn bij je werk. Ik heb er soms ook wel een schetsboek dat het even zo ontstaat en dan is het poem in één keer. Of soms zonder schetsboek ook in één keer. En dan is het vorm en inhoud dat moment. Maar soms, en dat is misschien niet in die fase zit ik nu, of dit moment is zo ontstaan ook. En ik had het ook wel een beetje gedacht, omdat ik hier niet met kant en klaar idee naartoe reed van dat ga ik maken vandaag of zo. Wat dan dus, en dat gebeurt ook in mijn atelier, dat het vanuit een beetje gedrempel en geduw en getwijfel en gedonder, dat er gewoon iets gaat ontstaan. Ik zeg ook wel eens, het beste wat kan gebeuren, is dat het werk met mij aan de haal gaat. Dus het zou kunnen gebeuren, maar dan heb ik nu een lak aan mijn wielen, ga ik hier komen. Kun je nou ook bijvoorbeeld aangeven, tekenen, weergeven dat we in het tijdwerk zijn? Want dat is natuurlijk heel leuk om weer te geven. Ja. Nee, maar het is ook... Ja, dan moet je iets gaan natekenen. Nee, niet natekenen. Gewoon wat hiervoor. Nou, het is een hele mooie plek namelijk. Of ze vraagt of ik kan iets voorgeven wat of in het werk kan brengen wat te maken heeft met nu hier en het tijdsmuseum, deze omgeving. Ja. Nou ja, dat zou je niet al, maar iets van hier weet ik het. Ik dacht zelfs dat deze er zit een hele bom hier van zijn die allemaal een beetje zo op een neus krijgen. Ja, dat is wel een goede vraag, want ik had ook in de voorbereiding die kwam, het is heel lang geleden in die tijd dat het atelier zat, was ik hier voor het laatst geweest. En ja, het is fascinerend natuurlijk. Maar toen had ik ook een boek gevraagd van misschien kan ik er iets mee, maar ik vond het heel moeilijk, want ik kon op dit moment niet verder dan die architectonische, die interieurdingen. Ja, maar niet het sparen of zo dan? Nee. Juist. Kun jij even daar gaan staan voor mij? Even zo iemand die even daar rechts staat te doen. Alsof je gaat slaan. Want ik kom in de knoop met die armen gaan. En dit is trouwens ook een interessant moment, hè? Even. Dit kan dus ook het moment zijn dat je dus naar internet gaat en een fotootje googelt van en zoekt naar een baseballer. Hoe staat een baseballer? Die staan zo, hè? Zo. En linkshand. Of dat je dus gaat zoeken, gaat nadenken, je gaat inbeelden. Hoe de fuck staat die gast nou met z'n... Daar staat hij. Ja, meer door je benen. Maar snap je niet misschien dat het wel sterker wordt als ik zonder model zou werken? Denk ik wel.
dat is ook wel goed. Even door je knieën. Zo, de bal komt eruit. Ik heb de bal. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb hondbal gestreken. Oh, dus je weet het niet. Kijk, hè. Ja. Zet die armen, een beetje zo, zo. De andere is erachter. Hier is een rondje tegen, dus een beetje zo. Oké. Ja. Ja? I got it. Ik denk het. Ik heb een mes hier voor de verbuk. Hier is een handen. Hier is een ding. Hier gaan we achterlangs. Zoiets. Ja. Ja, goed. Is goed hoor.